We schrijven eerst ons elektroschema uit. Ditmaal is dat er eentje met drie weerstanden. Weerstand 1, weerstand 2 en weerstand 3. Zo, even onze gegevens aanvullen. Weerstand 1 is 8 ohm groot. Weerstand 2 is 5 ohm. En weerstand 3 is 3 ohm. We weten dat de totale spanning gelijk is aan 10 volt. Wat we niet weten is de stroomsterkte. Die weten we niet. En wat we ook zoeken is spanning 1, spanning over weerstand 2 en de spanning over weerstand 3. We beginnen zoals altijd met het omvormen van onze weerstanden in serie. Waarom staan ze in serie? Als we de kring doorlopen, dan ziet dat er zo uit. Begin, einde, begin, einde, begin, einde. Dus het einde van de vorige hangt steeds aan het begin van de volgende. Dus weten we dat onze weerstanden in serie staan. Dan weten we dus ook dat onze vervangingsweerstand gelijk is aan weerstand 1 plus weerstand 2 plus weerstand 3. Is gelijk aan 8 plus 5 plus 3. En dat is gelijk aan 16 ohm. Dan ziet ons elektrisch schema er zo uit. Dat is dus een vervangingsweerstand van 16 ohm. We weten dat onze totale spanning gelijk is aan 10 volt. Wat kunnen we dus in ons elektrisch schema rechts berekenen? Dat is onze stroomsterkte. We weten R is U gedeeld door I. Dus I is U gedeeld door R. Of in dit geval mijn I totaal is mijn U totaal gedeeld door de vervangingsweerstand. Dat is 10 volt gedeeld door 16 ohm. En dat is gelijk aan 0,625 ampère. Wat weten we hier dus? We weten dat de stroomsterkte IT hier gelijk is aan 0,625 ampère. Maar als we dan terugkeren naar ons oorspronkelijk schema, dan weten we dus dat hier ons IT gelijk is aan 0,625 ampère. En dus ook hier 0,625 ampère. En dus ook hier, en dus ook hier, en dus ook hier. Want aangezien er geen opsplitsing is van de stroombaan, zal de stroomsterkte dus telkens even groot blijven. En wat kunnen we dus berekenen? Aangezien we per weerstand nu de weerstand en de stroomsterkte hebben, kunnen we de spanning berekenen. Dat ziet er zo uit. R is U op I. Je ziet, ik begin telkens met de wet van Ohm en dan vorm ik ze om. Of U is R maal I. In dit geval U1 is dus R1 maal I1 of 8 keer 0,625 en dat is gelijk aan 5 volt. Hetzelfde kunnen we doen voor spanning 2, is weerstand 2 maal I2, dat is dus 5 ohm maal 0,625 ampère, dat is gelijk aan 3,125 volt. En als laatste kunnen we ook spanning 3 berekenen. Dat is weerstand 3 maal I3. Dat is gelijk aan 3 keer 0,625 is gelijk aan 1,875 volt. Als we dat bovenaan nu even selecteren, dan ziet dat er zo uit. U1 is 5 volt. U2 is 3,125 volt en U3 is gelijk aan 1,875 volt. Twee controles. Mijn stroomsterkte blijft overal hetzelfde, want het is serie. De stroombaan wordt niet gesplitst. En een controle voor spanning. Als ik de deelspanningen optel, 5 plus 3,125 plus 1,875, dan komen we onze totaalspanning tegen van 10 volt.